De Communicatie Awards 2018 zijn vanmiddag in TBL Cinemas uitgereikt. De onderdelen waarop gestemd kon worden zijn de beste slogan, de beste tv-commercial, het best geschreven stuk van een journalist, van een columnist en de beste communicatieprofessional 2017-2018. De winnaar voor de beste slogan is geworden 1660 Taxi Centrale. De winnaar voor de beste tv-commercial is de SLM. De winnaar voor de beste journalist is Ivan Cairo en de beste columnist Sharda Ganga. En de communicatieprofessional voor 2017-2018 is geworden Henk van Vliet. Heel bijzonder. Waarom is het ook zo bijzonder? U moet weten dat ik nu al pakweg 52 jaar in de business zit, media. Alles wat met media te maken heeft gehad, heb ik mogen doen. Bladen uitgeven, radio, televisie, live optredens, noem maar op. En na zo'n lange tijd, nadat je al pakweg 53 jaar in de business zit, dan krijg je op je 70ste een award. Als mediaman van Suriname. Dan begrijpt u wat dit voor mij betekent. Nummer 1. Henk van Vliet, communicatieprofessional 2017-2018. Hij is met een daverend applaus en een staande ovatie gefeliciteerd met het winnen van deze award. De awardceremonie is gehouden in een van de zalen van TBL Cinemas.